your information. Bent u ervan op de hoogte dat de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, tijdens de 140ste vergadering van de Interparlementaire Unie, IPU, unaniem gekozen is tot president van het bestuur van het Forum van Young Parliamentarians van deze wereldorganisatie? Met deze verkiezing heeft hij tevens een zetel in het hoofdbestuur binnen de grootste wereldorganisatie van parlementen verkregen. Het is de eerste keer dat Suriname een dergelijke hoge functie invult binnen deze organisatie. De voordracht van de vicevoorzitter van DNA is breed gedragen vanuit de geopolitieke groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, als ook door het nieuw gekozen bestuur van het Forum. Het Forum is het statutair ingesteld orgaan dat de IPU in 2013 heeft opgericht om volksvertegenwoordigers tot en met de leeftijd van 45 jaar te organiseren en hun specifieke belangen binnen de organisatie wereldwijd te behartigen. Bent u ervan op de hoogte dat Melvin Bouva in maart 2016 in DNA werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de Nationale Assemblée bij de IPU en van daaruit steeds heeft gewerkt aan de versterking van de positie van Suriname en jongeren binnen deze organisatie? In 2014 was Bouva tevens lid en een van de initiatiefnemers van de eerste Interparlementaire Unieconferentie van jonge parlementsleden. Bent u ervan op de hoogte dat de nieuwbakken president zich de komende 2 jaar wil richten op de institutionele versterking van het Forum, capaciteitsversterking van zijn leden en betrokkenheid van parlementariërs bij de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Verder heeft hij in zijn acceptatiespeech aangekondigd uitvoering te zullen helpen geven aan de adequate uitvoering van het strategisch plan van de IPU 2017-2021 en de rol van het Forum daarin. Aan de bijeenkomst die van 6 tot en met 10 april 2019 is gehouden in Doha, Qatar, hebben ruim 160 landen geparticipeerd. For your information.